Doe dat toch eens? Heb je je saxofoon bij je? De vrijheid tegemoet. We hebben een ontzettende mazzel dat we hier... Enorme mazzel dat we... De beroemde Kees Koldijk van de... ze zijn nog steeds virtuose matrozen, Kees. Ja, nog steeds. En hij is ook een matroos eigenlijk. Is hij ook een matroos? God, ik heb... Een beetje vlees, nog vis, maar... het is een beetje vlees, nog vis, wat ik ben als matroos, maar... Hoppa! Geen vlees, nog vis, maar ik wil jou ook wel even wat vragen. Want speel je nog mee met die matrozen? Ja, nou en of. Ik heb hem helemaal niet herkend zo, hè, in een kokspak eigenlijk. Nee, ja, kijk, heel mooi, wow. Ja. Is hier echt, of hij is echt, hij is echt. Nou, lekker, van eten en de muziek, tot straks. Nou, Kees, wat leuk. Je speelt met hem, dus je maakt helemaal gratis en voor niks. Laat ik het zo zeggen, ik ben de programmeur van dit podium. Ah. Dus er komen straks meer dan 30 artiesten. Wauw, vallen wij weer met onze neus in de boter, hè? En als ze niet overkomen dagen, zie je mij daar spelen. De hele dag, non-stop. Ja, tot 11 uur. Oh ja. Ja. Hé, maar ik weet dat jij met vrouw en al die prachtige dochters, heb jij ook allerlei eetdingen en cateringen. En staan jullie hier niet met een leuke club? Ik weet niet of we... mijn vrouw staat bij de concurrent op het Makersfestival in de Kromhouthal. Ja. Dat is ook heel erg leuk, hoor. Ja. Dus, goed. Hoe lang is dat? Dat is nu nog 3 dagen, maar er komen straks nog wat dochters ook spelen en zo. Dus. Leuk, dan komen wij nog terug. En hoe laat komen ze? Zal er al moeten zijn, Marziel. Nou, nee, dat is normaal. Slechte opvoeder. Heb ik nou ook altijd met mijn kinderen en met mezelf. Nou, hier zijn we op tijd. Ja, en dan gaan we straks nog eventjes hier proeven ook en zo. We gaan een rondje lopen. Dan komen we straks nog even bij de dochters kijken. En dat Kromhout, is het Kromhout Festival? Waar, Kromhout is bij de... Weet je er bij de... Dirk van den Broek daar. De gedempte Kanaalstraat is het. Een heel groot gebouw, dat wist ik ook niet, maar het heet het Kromhouthal. Ja. Ja, er is heel veel reclame voor gemaakt ook, voor het Makersfestival. Met allemaal hele... Allemaal eten? Nee, jongen. Mensen met auto's op zonne-energie en totaal vernuftige, totale uitvinders. Willem, eigenlijk moeten we daar dus naartoe. Hè? We moeten eigenlijk gewoon weg van hier. Het is hier alleen maar vreten. Ja, ik denk, we hebben net die Italianen gehad. Eigenlijk heb je dan alles gehad al, hè? Nee, maar dat is... mensen die hier gaan spelen, die stuur ik daarna door naar de Kromhouthal. Ja, dat is een heel groot podium. Misschien komen wij daar straks ook wel even terecht bij die Kromhouthallen. Dus mooi. Daarachter bij de Dirk van den Broek. Het pontje naar het Eiplein. Maar dat ken ik wel. Ja, precies. We moeten wel helemaal naar Noord, jongens. Het is een mooie dag. Heel vermoeid opeens. Ja. Nou, we gaan eerst nog even wat hapjes tenten en geïnspireerde koks en etensmakers gaan we interviewen. Het gaat allemaal om de inspiratie, hè, Kees? Ja, ik zal even... Laatst zei een dame van de VPRO dat ik meer kritische vragen moest stellen, maar dat lukt mij niet. Weet jij voor jezelf een kritische vraag? Heb je wel een opleiding gedaan? Ja, nou, toevallig speelde ik vorige week voor tandartsen. Ik speelde vorige week voor tandartsen en toen vroeg ik of ik de enige niet-academisch opgeleide man was. En toen bleken heel veel tandartsen... Allemaal niet opgeleid. Goeie kritische vraag. Tegenwoordig word je het zo, hè. Nee, maar vandaag eventjes Matt Reff in de house, Tula Sandvliet, Stijn van Dalen, Eline Man, Maurice van Hoek, Maya Shanti, Theo Siebe, de Rubbermaid, de Frank Musicanta's. Dat is ook leuk, met een van de auto, die komen met een kanta. En Kees Koldijk, hey, dat ben ik. Kees Koldijk. Ik sluit het af, het is meer de snoer opruimen. Ja. Hey, dankjewel. Misschien tot straks. Hava het maar niet ziet. Tot later, Kees.